mei van dit jaar vindt weer de Eureka Dorpsquiz plaats hier in Valkenswaard. En vanavond is er een proloog in de Senaat. En daar zijn al heel veel mensen op afgekomen. Want wat er gaat gebeuren vanavond is dat de teams zich in kunnen schrijven. Maar ze krijgen ook al enkele vragen. En die tellen mee voor de punten die op 18 mei te verdienen zijn. Rix van de organisatie, wel bekend. Jullie hebben het er maar druk mee. Ja, maar we doen het voor onze eigen lol. Hè? We vinden het leuk om zoiets te doen. En zeker als zo gereageerd wordt met zoveel mensen. Ja. 18 mei vindt de grote quiz plaats. Vanavond de proloog. Waarom heb jij dat bedacht? Ja, eigenlijk voor een leuke avond te hebben. Dus, en om het een beetje reuring te maken. Reuring te geven. Dat het een beetje het leeft in het dorp. Heb je de vraag al ingevuld? Nee, nog niet. Ze zijn veel te moeilijk. Nu al? Nu al veel te moeilijk voor ons. Ik kom eens even vragen of het wil lukken. Nou, het is zo moeilijk, dus we hebben nog geen idee. Komen jullie er al uit? Oh, wij weten alles al. Echt waar? Ja, meteen al. Alle punten al binnen? Nee, het begin is gemaakt. De rest moet nog komen.